Ik ben Sven van Doeslaren, ik ben 23 jaar, ben prof sinds vorig jaar, 2011, prof geworden en mijn wielrennen, mijn hobby wielrennen ben ik gestart als 12-jarige en zo al de categorieën overlopen en sinds 2011 mijn profjaren begonnen. Momenteel rijd ik voor de ploeg Topsport Vlaanderen Mercator. Ik gebruik 's morgens de matras op programma 2. Dan is het vooral voor de relaxatie en de massage voor de spieren. Na een zware training zou ik wel overschakelen naar programma 13 voor eigenlijk de melkzuur weg te werken uit de benen en zo de recuperatie te verbeteren. Ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar door de trillingen en de recuperatie dat je daardoor bevordert, kan je natuurlijk meer zwaardere training na elkaar verwerken en zo misschien wel de prestaties verhogen. Als ik de matras gebruikt heb, dan als ik eraf kom, voel ik mij alleszins heel relaxed. En ja, voel me wel dat de benen toch redelijk doorbloed zijn. Dus de matras kan mij wel redelijk goed helpen met de relaxatie ook terug van de low rustspieren. En vooral tijdens het klimmerk, dan moeten we vooral hard duwen en trekken op de pedalen en belasten vooral de rug. Ik zou het aanbevelen aan vele sporters, ook omdat ja, de rug vooral heel goed is bij de andulatiematras. De doorbloeding, de warmte door het infrarood. De andulatiematras bevordert door de trilling de doorbloeding van de spieren. En de warmte van de infrarood relaxt de rugspieren nog meer.